Wie ben ik Steen? Wie ben hier bij de boekbindatelier van Wim Gremmen? Doe ben ik met aan deze kant is het meneer Meijer. En aan deze kant heb ik hier meneer Bosch. Ze woont beiden in Hunzegoeier. Dat vertelden we Loren nou nog wel. Het ringt, dus wie gewoon eerst aanbelt en dan gaan we nog binnen. Welkom in de boekbindatelier in Stedum. Goedemorgen, ik ben Wim Gremmen. Ik heb hier in Stedum een boekbindatelier. Daar bind ik boeken. Sinds 1997 ben ik gevestigd in Stedum en ik bind boeken al ongeveer 25 jaar. Zo, dan gaan we nu aan het werk. Ja. Het maken van een tovermapje. Ja. Je kent het misschien nog van vroeger, een portefeuillemapje. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gezien heb. Nee? Nee. Je legt er papiergeld in. Je doet ik heb wel papiergeld. En ik heb geen mapje. En het zit altijd vast. Ik heb het 20 jaar gebruikt. Maar toen was het ook helemaal versleten. Ja, nee, dat zal wel. Maar het ging dan in de zak. Ja. Nee, ik ken we gaan het nu zelf maken. Je krijgt alvast twee kartonnetjes. Die leggen we hier op. Alle boven- en onderkant een klein beetje overstekend. Dan gaan we daar nu een... zo twee lintjes op plakken. Zit er lijm op? Nee, er komt lijm op. Ja, maar ook weer niet te veel hoor. Nee. Hier wat lijm op smeren. Doe net voor die lintjes, moet op plakken. Ja. En dan mag u de lintjes erin leggen. Lintjes in de lijm plakken. Ja. Nou leggen we dit even opzij. En dan pakken we het andere kartonnetje. Deze even weg. En het kartonnetje hier weer op. Oh, maar die kant dan weer. In het midden. Oh, weer in het midden. En dan moet je weer van die ding op. Dan plakken we er nog twee op. Maar die komen dus kruiselings. En dan moet dit er natuurlijk zo op. Dan moet die er zo op, ja. Nou komt het moeilijkste. Nou moeten ze in elkaar geschoven worden. Oeh. Deze schuiven we zo in elkaar. Oh, dan mag ik hem een beetje lostrekken. Plak je deze zo om de hoek te schuin omhoog. Ja. En deze gaat schuin naar beneden. Oh, deze schuiven. Ja. Je kunt moe van mij afkijken. Ja, zo is dat. Dat wordt heel boos maar begonnen. Ja, we gaan nu de kartonnetjes op plakken. Dus dit mag helemaal ingesmeerd. Wordt er helemaal ingesmeerd? Helemaal ingesmeerd en dan plakken we het hier op. En daarom heb ik een iets grotere kwast, want hiermee duurt dat zo lang. Ja, nou, misschien in principe klaar. Ik zet ze even in de pers. Netjes of niet? Ja, keurig. Allebei geslaagd. Ik zet ze even in de pers. Dan komen ze kartonnetjes goed op elkaar. Maar waarom denk ik dat ik mijn eigen weer krijg? Ja, dacht ik net. Moet ik even wat opzetten. Ja, je kijkt hier naar een Stedumer nachtwacht. Oké. Wij doen om de zoveel jaar een project met kinderen, samen met andere mensen uit het dorp. Dit is gedaan met Mirjam Geerts, is docent kunstzinnige vorming op school. En samen met de fotograaf, Janna Badhoorn. En we hebben de kinderen twee middagen bezig gehouden. Eén middag hebben ze alle attributen gemaakt die nodig waren voor de foto. De tweede middag hebben we ze aangekleed, gesminkt en in positie gezet en is de foto gemaakt. Met dank aan de toneelvereniging die de boel heeft uitgelicht. Oh, prachtig. Echt leuk. Het is de Stedumer Nachtwacht. En wat is jouw bijdrage hieraan geweest? Nou, we hebben een boekje gemaakt uiteindelijk. Ja. De Nachtwacht.
Okay. Uit de Gouden Eeuw, dus in goud gebonden. Alle kinderen staan erin met een dubbel portret. Eén keer van de eerste middag en twee keer. De tweede portret is van de middag dat ze gesminkt en aangekleed zijn. En uiteindelijk staat er dus ook de foto van de nachtwacht in, zoals die geworden is. Ik ga nu de boekjes er even uithalen, die hebben niet lang genoeg in de pers gezeten. Ik zal ze even aan de heren geven, dan kunnen ze kijken of het allemaal werkt. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel interessant daar. Ja, hè? Ja. Dat is wel leuk. Dan kun je hier vanmiddag in Hunzero weer wel even de blitz mee maken natuurlijk. Het is wel een beetje toverarij, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Bakje met Bos. Doe maar de bedbuus. Bakje bij de bedbuus. Ja. Klopt. 10 jaar doen, dan begint er weer met. Nou, hè? Ja. Nou, dan gaan we eruit zeker, hè? Goed. Ja. Meneer Gremmen, bedankt voor de uitleg. Ja, jullie bedankt voor het bezoek. Prima. Dat was gezellig. Ja, je kan even ook bedanken. Ik vond het heel interessant. Dank u. Ja. Nou, ik vond het leuk. Ook bedankt. Ja, gedaan. Ik heb veel geleerd. Mooi. En wel thuis. Verder succes, hè. Dank u wel. Ja. Nou, bedankt voor het bezoek. Graag gedaan. Dat is wel een beetje heel veel mee.